Een hele goede morgen, dag 2 in Boedapest. En ik denk erover om dit zeg maar in 3 aparte video's te monteren. Dus als dat ook is gebeurd, dan kijk je nu de tweede video. Thanks daarvoor. Nog even over de vorige video. We eindigden met een ijsje eten. Was echt super chill. Wat ik dus had was pure chocolade met lavendel. Echt bizar, maar echt wel heel lekker. En nog even terug te komen op onze lunch van gisteren. Want wij waren er nogal negatief over. En de grap was dat we gisteravond hebben nog video's gekeken waarbij mensen dus heel positief waren over dat tentje. Nou, wat wij er dus uiteindelijk van vonden was dat het best wel veel was. En ook best wel vettig en zout. Maar dat komt dus vooral, ja, ik eet zelf best wel veel salades en groentes en zo. Dus ik vind dat persoonlijk ook gewoon lekkerder. Maar als je echt gewoon wel een epische vegan kaassoufflé wil proeven, dan moet je wel dat even gaan eten, want dat was het wel. Er zat wel echt een epische vegan kaassoufflé tussen. Wat ook episch is, is het tentje waar we nu heen gaan. Echt, oh my god, het is niet per se vegan. Volgens mij hebben ze er zelf helemaal niet zo heel veel vegan opties, maar wel een paar. Maar het is wel Instagram heaven. Het is de Vintage Garden. En alles is daar roze met wit en truttig en zuurstok en bloemig en hysterisch. Dus ja, de volgende shots zijn hysterisch. Jongens, we zijn nu bij de Vintage Garden. Het is inderdaad echt allemaal zuurstokroze, helemaal hysterisch. En ze hebben dus niet zoveel vegan opties behalve de fresh fruit salad. Dus die gaan we delen en ja, er komen vast nog heel veel andere vegan dingen in dit eetdagboekje. Of tenminste in dit eetdagboekje, in deze video. En het is eigenlijk ook wel even gezond na al het fastfood van gisteren om even te starten met fruit. We gaan nu naar Shensi Baren toe. Als ik het goed uitspreek, mijn Hongaars is niet heel goed. Maar dat is het meest bekende badhuis van Boedapest. En je schijnt er ook gewoon ja, te mogen fotograferen. Maar het heeft een heel groot buitenbad. Een heel warm bad ook, dus dat is heel lekker. Nou ja, je ziet het al, het zonnetje schijnt. En daarnaast heeft het allemaal binnen wat kruidenbaden en ook een sauna. Daar willen we denk ik zo'n 2 uurtjes vertoeven. Nou jongens, we zijn er. En het is echt bizar, want het is gewoon buiten. Wat is het nu? Hoeveel graden is het? Ja, het voelt echt bizar warm. Het is 22 graden. Nou, ik loop hier gewoon, je kan het niet zien, maar ik loop hier in mijn bikini, alsof het 30 graden is. Nou trouwens, er staat daar 28 graden, of is dat van het zwembad? Van het water. Oh, dat is het water van het, ik denk wel oprecht dat het koud wordt wanneer we uit het bad komen. Dat is dan wel denk ik koud. Maar man, oh my god, dit was echt een goed idee en wat is het hier prachtig. Inmiddels 12:15 en ik heb echt best wel trek. We zijn nog steeds lekker in het badhuis. Maar ja, de vegan opties liggen hier niet echt voor het oprapen. Maar ze hebben een soort van buffet. En daar zijn toch wel nou ja, een beetje vegan opties. Op dit moment staan dus in de rij. En ik zal je straks laten zien wat ik uiteindelijk heb gekozen. Waarvan ik nou ja, niet heb gevraagd dat het vegan is. Maar bijna wel zeker weet dat het vegan is. Dus dat zien jullie zo. En voor de rest is het echt hier heerlijk. Ja. We hebben allebei zoiets van, we willen nog eventjes langer genieten van het zwembad en
we hadden ook allebei wel trek. Dus we kozen voor om hier te gaan eten in plaats van nou ja, hier te verlaten, weer naar het centrum te gaan en een leuke vegan hotspot op te zoeken. Die komen sowieso nog wel voorbij in dit filmpje. We gaan sowieso vanavond naar een heel leuk tentje. Dat is volgens mij niet 100% vegan, maar heeft wel heel veel vegan opties. Ja, er komen nog lekkere taartjes voorbij, ijs, van alles. Goed licht ook. En ik weet, het is geen culinair hoogstandje. Maar voor een land waarbij het draait om vlees, vlees, vlees en nog eens vlees, vind ik dit best wel chill. Ik heb dus gewoon gekookte groenten, rijst en hier nog een los bordje patat. En mijn zus heeft een caprese salade. Zo, na een halve dag sauna en zwembad is het nu tijd voor een heerlijk dagje, of tenminste de rest van de dag gaan we even cultuur snuiven. We gaan eerst met de metro naar een van de haltes van tram 2. Want tram 2 schijnt een van de mooiste routes te zijn. Ik weet nou niet of het alleen van Budapest is. Het is trouwens Budapest en niet Budapest, zoals wij zeggen. Want de pest is een ziekte en pest spreek je het uit. Dus vanaf nu, jongens, weten jullie het, Budapest. Maar goed, we gaan dus tram 2 nemen. En die gaat helemaal langs de Donau. Vet mooi schijnt dat te zijn, dus daar ben ik heel benieuwd naar. En we gaan langs de schoentjes langs de Donau. Dat schijnt best wel een heftig verhaal te zijn waarbij Joodse mensen in de Donau werden geschoten. Om die schoentjes zo te filmen. Ja, het is toch gewoon, ik kan het gewoon bijna niet voorstellen. Die mensen, weet je, ik film net een prachtig uitzicht. Nou ja, dat was dus letterlijk hun laatste uitzicht. Waar je naar kijkt met angst in je ogen, wetende ja, dat je elk moment neergeschoten wordt. Ja, ik vind het echt af en toe. En ik vraag me dan ook af, maar ja, misschien ben ik dat weer, maar ik vraag me altijd dan een beetje af waar in je jeugd of in je leven moet het zo mis zijn gegaan dat je dit kan doen. Dat je zomaar mensen kan afknallen en waarom? Omdat ze volgens jou niet zijn wat jij perfect vindt of ja, omdat ze anders zijn dan wat jij bent. Ja, ik word er altijd een beetje naar van en dan denk ik altijd, jeetje, er is heel veel moois in de wereld gelukkig. Maar helaas, vandaag de dag gebeurt er ook nog steeds heel veel naars in de wereld. Omdat de een zich beter voelt dan de ander. Of dat de een vindt dat de ander niet is zoals je zou moeten zijn. Bizar. Laten we maar snel weer overgaan op wat moois en dat is tram 2. Dan gaan we dus een van de mooiste tramroutes van de wereld, zei je? Van de wereld. Dan gaan we die bezoeken. Even de moeite waard. En eigenlijk kost een single ticket was 700, toch? Nee, wat is een single? 350, dus dat is €1. Ongeveer een euro. Nou, voor een euro heb je een prachtig ritje. We hebben ons net even opgefrist in het hotel. Of tenminste, ik heb even een ander shirtje aangedaan, want het is super lekker weer. Echt heel chill. En nu lopen we naar, nou, Gelatino Rosa of zo in ieder geval. Ze maken daar ijsjes of ja,
bloemetjes van ijs. Daar ben ik natuurlijk heel benieuwd naar. En ik heb begrepen dat er ook nog best wel veel vegan smaken zijn. Daarop ga ik natuurlijk even op onderzoek uit welke smaken dat zijn. Ik hoop stiekem niet alleen maar van die fruitsmaken, want dat vind ik toch altijd een beetje jammer. Dat denk ik altijd, ja, sorbetijs. Nou, ik wil niet zeggen dat vind ik geen ijs, maar dat vind ik het minst lekkere ijs. Je hebt chocola en hazelnoot. Ja. Lekker hoor, hij ziet er echt prachtig uit. Mijn ijsje, ik heb dus karamel en chocola. Jongens, dit was echt een aanrader. Even een tip. Je hebt dus de basiliek, die zie je nu, ja, die zie jij nu niet, maar ik nu wel, want die is voor mij. Maar ja, als je met je neus voor de basiliek staat, dan rechts van je is ook een Gelatina Rosa's winkeltje. En die wordt ook aangegeven op Google. Maar daar, dat is volgens mij de echte, de authentieke. Maar 100 meter verderop, echt om de hoek, zit een tweede filiaal van hun. En daarbij is dus al hun ijs helemaal vegan. Echt super chill. En nou ja, weet je, het is misschien niet het beste ijs van de wereld. Maar het is echt wel heel erg leuk en lekker om het even te proberen. En nou ja, zo'n roosje is gewoon al schattig. Ze hebben dus allemaal ook niet sorbetachtige smaken. En dat vind ik altijd heel erg chill. Ik had chocola en karamel en die waren top. En nu gaan we de basiliek in en deze beklimmen met mijn hoogtevrees. Nee, komt goed, er is een lift. Dit is dus samen met het parlementsgebouw, het hoogste gebouw van de stad. En omdat het allebei ja, niet echt heilige gebouwen zijn, natuurlijk dit is wel een heilig gebouw. Maar het parlementsgebouw is een ja, regeringsgebouw en ze wilden zeg maar dat de regering en het geloof gelijk stonden. Dus daarom mocht, en er mag ook gewoon verder geen gebouw hoger worden gebouwd dan, gebouwd dan deze twee. Ik moet zeggen, nu ik zo dicht bij de rand sta, vind ik het wel een beetje eng. Maar we gaan even een rondje lopen. En dat daar in de verte is dus het parlementsgebouw. En van de basiliek gaan we naar de Joodse wijk. En daar hoort natuurlijk een synagoge bij. En as we speak sta ik voor de synagoge. Ook wederom weer heel mooi. Nou jongens, het duurt nog heel even, maar als het goed is kunnen we zo naar binnen. Oké, we hebben ruim een half uur moeten wachten, maar het is het echt heerlijk buiten. Echt super leuk en ik heb zoveel zin in het eten, maar het komt ook omdat ik trek heb. De cocktail en komkommerwater. En wat voor bier heb jij nou? Stella Artois. Nooit van gehoord. Een Belgisch biertje. En dit is Jewish Punch. En momenteel ben ik nog broodnuchter. Maar ja, je begrijpt. Allereerst even cheers op onze laatste avond. Je begrijpt dat na dit drankje ik niet meer nuchter ben. En zeker omdat ik moe ben en honger heb. Mierzoet, vet lekker. Nou, mijn eten is er ook gewoon al. Dit is de hummus met falafelmannetjes. En hierin zitten twee pita broodjes. Eet smakelijk. Nou jongens, ik heb praktisch hetzelfde al gegeten als gisteren. Maar mazzel tov is zeker de moeite waard. Het was echt lekker, het is super sfeervol, het is gezellig. Maar ondanks dat ik best wel vol zit, kan er natuurlijk gewoon altijd een toetje bij. En daarom gaan we nu naar de Vegan Garden. Want ja, die mag natuurlijk niet missen op, in het rijtje. Of tenminste, die hoort natuurlijk in het rijtje thuis van de Vegan Hotspot Tour in Budapest. Dus daar gaan we nu even heen. Het zit 4 minuten van Mazzel Tov vandaan. Dus dat lopen we even heen, jongen. Ha, ik ben benieuwd.
Hongaarse chimney. Het rook komt eruit. Maar ja, dat hoort ook bij een schoorsteen, hè? We zitten bij Vegan Garden en we hebben nu een Hongaarse chimney. Oftewel schoorsteen. Ik ga hem even proeven. Ja, mijn zus vindt hem al lekker. Het is volgens mij ook lekker. Het is gewoon deeg, vet, suiker, kaneel op de barbecue. Oh, die is heel lekker, ja. Ja, volgens mij is het gewoon zo'n cinnamon roll, alleen dan leuk gerold. Dit is beter. Dit is beter. Ik hoor net dat het beter is. Oké, dit is een shotje palinka. Dit is typisch Hongaars. Cheers. Ik denk dat ik dood ga. We hebben ook even een Pepsi Cola. Oké, ja? Zullen we aftellen? 3, 2, 1. Oh. Jij gaat nog harder dood dan ik. En ik, oh, ik ga dood. Wow. Maar hoeveel procent alcohol was het al? 55. Ja, 55% alcohol. Wow, dit brandt als een malle. Nou, cheers. Oh. Nu pas voel ik hoe vol ik ook ben. Zo, we zijn weer in het hostel en we kwamen overigens net bijna niet binnen, want we hadden geen code gekregen van die man. En nou, toevallig waren de andere keren gewoon, ja, hoe dan ook, was gewoon bij ons open gedaan. Ik heb ook niet echt helemaal het idee. Maar goed, nu waren we dus om 10:30 terug. En er deed niemand open. En uiteindelijk hebben we bij een woonhuis aangebeld, want het is ook een appartementencomplex waar gewoon mensen wonen. Dus uiteindelijk zijn we binnengekomen. Goed, vandaag was echt weer een topdag. Ik heb ontzettend genoten. En morgen het laatste dagje. Nog een paar uur Boedapest. En we gaan een lekkere wandeling maken. Op de heuvel. En vooral weer lekker eten en chillen. En dan vliegtuig terug naar huis. Ja, naar de regen toe. Tenminste, ik weet eigenlijk helemaal niet wat voor weer het is in Nederland. Maar goed, ik zeg wel trusten en of tot in de volgende video of tot straks. Een hele goede morgen. Het is de laatste dag dat we in Boedapest zijn. En we gaan nu naar Boedapest Barista's. En het is niet per se vegan, maar wel een vegan friendly koffietentje. Waar we geen koffie gaan drinken, of tenminste misschien ik wel. Maar in ieder geval gaan ontbijten. Is zeer vegan friendly. Ik weet wat ik ga nemen. We hebben heerlijk ontbeten hoor. Jeetje. Die pannenkoeken waren echt super chill. Dus nou ja, als je nou even met een non-vegan bent en je wil lekker ontbijten, ga dan even naar Boedapest Barista's. En nu gaan we, dan ben ik weer de naam van de heuvel kwijt. De Gellertheuvel. De Gellertheuvel gaan we beklimmen, maar eerst naar de tram, metro, trein, bus, iets OV-achtigs. En dan daarheen lopen. We hebben trouwens onze tas al bij ons. Want ja, daarna moeten we naar de luchthaven. Dit poppetje hier, oh, daar gaan we even helemaal naartoe lopen. Het schijnt een kwartier lopen te zijn, dus dat komt goed, denk ik. Dit zijn altijd van die tochten, waarvan ik tijdens de tocht denk, waarom doen we dit ook alweer? Waarom is dit leuk? Ik heb bloedheid, ik ben kapot. Maar dan kom je boven en dan denk je, oh ja. Daarom doen we het. Thank you.
van de laatste Budapest highlight gaan we nu naar de laatste vegan hotspot. En dat is Vegan Love. En wat ik heb begrepen is dat hij vegan burgers heeft. En ik hoop nog wel even wat anders. We zitten eigenlijk allebei nog een beetje vol van onze pannenkoeken. Maar goed, we kijken wel even. We gaan even chillen, drankje doen. En uiteindelijk wel daar even wat eten. Voordat we naar de luchthaven gaan, want rond 3 uur vertrokken we. Rond 3 uur vertrekt het vliegtuig weer terug naar het regenachtige Nederland. Dit is de broccoli bun. Wat een enorm broodje, mijn hemel. Ik weet inderdaad niet meer wat erin zit, maar mijn zus die heeft de pita met gyros, natuurlijk ook vegan. En die mag hem lekker zelf sauzen en zo, toch? Dus dat is super chill. Ja, nou, eet smaak. En dan zijn we weer op Hollandse bodem. En dat betekent dus ook dat de Budapest vlog erop zit. Ik heb nog steeds geen idee of het er 3, 2 of 1 is geworden. Jullie weten het inmiddels wel. Als jullie ze alle 3 hebben gezien of dit helemaal tot het eind hebben gezien, dan wil ik jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En doe zeker even een duimpje omhoog als je het leuk vond. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden, zodat ik toffe video's voor jullie kan blijven maken. En hoop ik je snel weer te zien bij een nieuwe video. Doei doei!